Verpleegkundigen nemen steeds vaker simpele taken van artsen over. Maar in sommige gevallen is het oog van een specialist toch wel handig. Bij Zorggroep Ter Wiel doen ze daarom een proef met smart glasses, waarmee een specialist toch kan meekijken. Ik kwam naar dat wondje op uw arm kijken. Graag. Eens kijken wat er goed eruit ziet. Ja. Heb je er nog veel last van? Ja, het steekt nog een beetje. Ik ga nog even de arts inbellen. Ja. Om even te bespreken wat we er het beste mee kunnen doen. Ja, dat is goed. Ja? Ja. Nou, wat we hier zien is Vera. Die is nu bij mevrouw aanwezig voor een controle van een wond. En zij heeft nu geconstateerd dat ze voor de behandeling een arts nodig heeft. Die is op dit moment op deze locatie niet beschikbaar. Dus zij gaat dan inbellen via de smartglass met de arts om te vragen of hij even mee wil kijken wat nu op dit moment nodig is in de behandeling. Goedemiddag. Goedemiddag Vera. Ik zit hier bij mevrouw en ze heeft een wondje op haar elleboog. En ik wil nog even met u overleggen hoe we deze beste kunnen behandelen. De wond ziet er goed uit. Ik zou het nog wel verbinden en het 24 uur zo verbonden laten. Ja, dank u wel. Ja, tot ziens. Goed, Vera. Succes. Ja, dit is een van de pilots die lopen. Samen proberen we een nieuwe technologie uit om het tekort aan artsen en gebrek aan deskundigheid in de ouderenzorg tegen te kunnen gaan. Tevens kan ook de cliënt sneller geholpen worden. Vera, wat vind je zelf van het gebruik van een smartglass? Heel erg fijn. Ik ervaar het eigenlijk als heel positief. Het fijne is dat je, als je bij een cliënt bent, je direct een arts kan inbellen als je hulp nodig hebt of een behandeling wil starten. En het is prettig dat er veel minder mensen aanwezig moeten zijn in de kamer. Ik vind het geweldig dat de dokter zo gelijk mee kan kijken door zo'n bril. Dat gelijk kunnen ze uitslag kan geven. En dat is veel beter als wanneer je met een telefoon. Dan duurt het veel langer. Ik vind het echt een ideale uitvinding. Ik zou het liefst zien dat de bril een standaard uitrusting wordt van een verpleegkundige. Zodat hij op elk moment deskundigheid op kan roepen die hij op dat moment nodig heeft. Ook de artsen kunnen daarmee ontlast worden en kunnen advies geven op afstand.